Wat een heerlijk werkdagje. Ik voel me nu echt mega rijk. Als jij gelooft dat je het kan, dan is dat zo. En als jij gelooft dat je het niet kan, dan is dat ook zo. Goedemorgen allemaal, het is weer maandag. Ik heb vanmorgen al gesport, jongens. Die hashtag van Jorg, geen zin toch gaan, die motiveert wel. Ik heb namelijk heel vaak geen zin, maar ik ga toch. Ik ben nu meteen doorgegaan naar de chiropractor. Jorg die heeft mij overgehaald om dat ook te gaan doen, zo'n traject. En het helpt nu al, want mijn nek die zat best wel vast. En hij zei, doe het nou gewoon, investeer in je lichaam. Oké, let's do it. En ik ben heel blij. Ik dacht eerst, ja, ik heb toch niet genoeg klachten. Ik heb wat hoofdpijn, ik heb wat nekpijn. Maar het is een goed, want mijn postuur zit zo. Het is sowieso goed om je postuur een beetje onder de loep te nemen. Zeker na zwangerschap. Ik had het gevoel dat dit zo werd getrokken. En dat, daar zijn ze ook achter gekomen hier. Dat is heel interessant. Maar ik film even deze locatie, want dit is dus de Silodam in Amsterdam. Het is zo mooi, je kan hier wonen, er zitten ook allemaal bedrijven. Het is aan het water, moet je zien. We gaan natuurlijk niet op vakantie, dus ik merk dat ik heel erg uit alle fijne vakantieachtige momentjes echt het vakantiegevoel wil halen. Dus net heb ik hier naartoe gefietst met lekkere tropische vibes op. Nu ga ik hier even 5 minuten wachten tot mijn afspraak zo begint. En zo probeer ik echt vakantiegevoel te hebben in eigen land. En dat lukt. Dat soort kleine dingen geven mij heel erg een zomergevoel en een rustig fijn gevoel. Kijk nou, ik ben er, maar ik zie dit uitzicht. Het is toch alsof je op vakantie bent. Zo bij het open raam. Veertje. Zo zou ik ook wel een kantoor willen. Nou, ik kom net terug. Jeetje, dit was bizar wat eruit is gekomen. We hebben een aantal testen gedaan met mijn gebit. En dan moest ik zo drukken. Moest ik zeg maar mijn armen en mijn benen spanning geven. En dan deed ze soms iets tussen mijn tand. En dan weer dezelfde spanning geven. En dan was het ineens lichter. Dan kon ik het beter. Of met tampons tussen mijn kiezen, dat soort dingen. En nu zijn ze erachter gekomen dat mijn kaken eigenlijk niet goed op elkaar aansluiten. En dat mijn draadje aan de bovenkant raakt mijn tand, waardoor er steeds een signaaltje naar mijn hersens gaat. En dat leidt mijn hersens af van wat het daadwerkelijk zou moeten doen. Namelijk deze spieren, het is een beetje een technisch verhaal, maar deze spieren goed op hun plek houden. En de boel zeg maar recht houden of in balans houden. Kortom, ja, een heel verhaal wat ik natuurlijk helemaal niet zo goed kan uitleggen. Maar ik ga dus nu naar een tandarts. En die gaat het controleren en desnoods een beetje van mijn tanden bijschaven of van mijn draadje bijschaven, zodat ik dat die tanden niet meer op elkaar komen en dat ik daardoor dus die spanning in mijn nek kwijt ga raken. Best wel bizar dat het zo, ja, helemaal niet bizar. Logisch dat het allemaal zo samenwerkt. Kijk, en als je je focust op vakantie, dan zie je opeens overal om je heen vakantie. Deze mensen liggen gewoon lekker op een lichtbedje, terrasje, jetje. Dit is het goede leven. Ik dacht, ik heb niks te doen. Toen ging ik een lijf maken, ik schrik ervan. Ken je dat? Ja, maar vooral van die kleine klote dingetjes. Ja, dat heb ik nu dus een hele lijst. Jet van Nieuwkerk, wat leg je hier te doen? Nee. Daarvoor is deze bank. Daarvoor is deze bank. Jet is onze kantoorbaas. Ze is hoogzwanger. Nou ja, bijna. Je bent nog niet officieel hoogzwanger, toch? Het derde trimester, dan mag je wel spontaan altijd gewoon. Nou, je mag in alle trimesters lekker gaan slapen. Maar ik praat met mijn mond vol, want Jet is eigenlijk een hele slechte kantoorbaas. Want wat ze dus doet, ze legt elke week, of een hele goeie, legt ze allemaal snoep hier op tafel. Dus dan kom je binnen en ben je helemaal met je gezonde, goede gedrag bezig. Oké, dit is wel stom, want nu liggen er alleen maar gezonde snacks. Maar dan kijken we in de koelkast, die is altijd heel goed bevoorraad.
Wat zien we daar? Een en al Tony Chocoloni. Ik heb er al twee op. Het gaat niet helemaal lekker. Nou, wel rusten. Ik zal je niet meer storen. Hallo familie. Hallo. Hoe is het hier? Ja. Hoe is het hier, girls? Wel heerlijk. Waar ben je nou? Zoe, waar ben je nou? Ja, waar ben je nou, Zoe? Waar ben je, Zoe? Ah! Ja, we hebben hier een nieuwe trend in Huizen Ruis. Ik zal het even laten zien. Dit was naar een idee van de enige echte Jorg Ruis. Hier hebben we er nog één. De Grote Luiershow. Dit is namelijk de Grote Luiershow. Ja, zonder deze mutsen kunnen wij hier niet meer verschonen. Dan lukt het gewoon niet. We moeten er elke keer een heel spektakel van maken. Anders krijgen we geen toestemming. Om... Je hebt misschien nieuwe doekjes aan, hè? Ja, ik pak doekjes. Het is wat, joh. Echt, er wordt hier geprotesteerd niet normaal als... Oh god, waar zijn de doekjes eigenlijk? Wat gebeurt? Ja, ik weet het. Dat is heel fijn als je midden in een poepfiasco zit. Dat je niet meer weet waar de doekjes liggen. Ik heb ze. Sexy hoor, dit. Zo, de meiden die hebben gegeten. En deze kleine en ik gaan even lekker in de draagzak naar buiten. Dan gaan we even nog een avondwandelingetje maken door de zon. Want dat is ook het vakantiegevoel. We gaan ook eventjes een boodschapje doen. Ah, dit is zo gezellig. Dit. Ik doe er niet meer zo vaak in de zak. Gezellig, liefie. Gaan we lekker even wandelen. Wil je mee? Ah, zon. Er wordt hier weer even onze slaapkamer verbouwd door Jorske. Want... Ja, het is heel onhandig dit. We kunnen niet wachten tot we een werkkamer hebben waarbij we dit niet meer hoeven te doen. Maar we hebben heel slecht licht in deze kamer. Dus er moet licht komen vanaf achter de computer. En ja, hoe zet je dat neer als je alleen maar zo'n lamp hebt? Nou zo. Dus, het is een routine geworden. Het is best wel routine, dat wel. Zullen we mij laten gebruiken? Ja, dat is goed. We gaan zo meteen een live Q&A doen voor de eerste groep van ons online programma. Dus de groep uit januari. Want we vonden het wel leuk. Dat hoort eigenlijk helemaal niet bij het programma. Maar dat hebben we gewoon bedacht om spontaan te doen. Om even in te checken. Hoe gaat het? En er zijn wat vragen binnengekomen. En dat is wel leuk om weer even een beetje de motivatie omhoog te gooien. En een beetje te helpen. En het spannende is dan altijd. We nemen even koffie, want ik ben een beetje ingekakt. Het spannende is altijd. Of Charlie veel tijd naar bed gaat. Want zij slaapt meestal wat later. Maar vanmiddag heeft ze niet geslapen. Dus ik hoop dat ze... er nu in gaat. Het is 7:30. Ga een boekje lezen, schat. Wie gaat er zo naar bed toe? Ik ga niet. Wel, jawel. Jawel, je zei jawel. Jij zei ikke. Je zei ikke wel. Dat zei je. Wie gaat er zitten? Ik niet. Wie heeft een pindakaas op haar hoofd? Ikke. Wie heeft een pindakaas op haar hoofd? Ik heb een kaffee. Heel goed. Ik vroeg net aan haar, wil je in je kamer verschoond worden of in de woonkamer? En toen zei ze hier, het ging ze al zelf liggen. Werkt zo goed. Wie wil er een schone luier? Ik. Bijna klaar. Moesten binnen. Zo. Nou, dit komt eigenlijk nooit voor, maar vanavond is een avond dat we... Dat we net zeiden. Oh, lekker. De Q&A ging echt super goed. Dat was heel leuk. Oh, laten we lekker vroeg naar bed gaan. Ja, laten we dat doen. Wacht even. Ik pak nog heel even mijn computer. Ik moet even iets opzoeken. Ja, ik ook. Oké. En nu is het alweer. Zit alweer 3 kwartier zo in bed. Zullen we maar gaan slapen, Koek? Ja. Een hele, hele goede morgen. Ik voel me geweldig. Het is vandaag dinsdag. En Jorg en ik hebben net weer de foundation training gedaan. Dat is een YouTube video met rugoefeningen die ik al heel vaak heb gedeeld. Dat ga ik nu weer delen in de beschrijving. Het heet de foundation training. En dat heb ik van de chiropractor als tip gekregen. En het is niet normaal wat deze 12 minuten workout doet met je hele gestel. Dus ik heb me voorgenomen, ik ga zo meteen een vinkjeslijst maken. Dat we echt gaan proberen om dit elke dag te doen. Ik doe het een paar keer per week, maar ik wil het elke dag doen. Want het is niet normaal hoe goed ik me voel hierdoor. Helemaal top. We gaan zo de kinderen naar de crèche brengen. Ik ben trouwens wel heel trots op ze, want ze spelen zo lief samen. Dit is dus waarom... Oh,
Dit is waarom, waarom ik zo blij ben dat ze dicht op elkaar zitten. Kijk. Zal je brood eten? Al gaat Zoe jouw brood opeten? Ja. Lekker. Ze zitten hier gewoon al de hele ochtend zo met z'n tweeën te rommelen met de Duplo. Of nou, de hele ochtend, maar net eventjes. Dat ik me even kon omkleden. Wat heb ik aan vandaag? Ik heb een lekkere zwierige jurk aan. Dat vind ik zo lekker aanvoelen. Dit is een jurk van, hij is niet meer te koop helaas. Van Lonneke, die heeft ze met Shubi samen ontworpen. Ik draag dit niet zo heel vaak, maar ik vind echt, het is, ja, het is natuurlijk net de tent. Maar het is gewoon heel, het voelt een beetje alsof je in je pyjama loopt, maar je ziet er wel gewoon leuk uit. En Charlie is helemaal funky vandaag, met een mooie regenjas en mooie glitterlaars. Laat ze even zien. Even stampen. Nee? Hoeft niet hoor. Kom maar. Laat maar spelen met de kindjes, liefie. Ja, hè? Gaat hartstikke goed, gelukkig. Goedemorgen, we zijn weer in het Hyatt Hotel. Waar wij heel vaak werken. Dan kan je daar zitten, aan die lange tafel of hierachter. We gaan even kijken waar plek is. Zo te zien is er plek hierachter. Kijk, we zijn weer bij onze badkamervloer uitgekomen. Die hebben we dus hiervan uitgezocht. Maar deze specifieke tegels kunnen we niet krijgen. We hebben er allemaal naar gebeld en zo. Dit zijn echt handgemaakte tegels voor dit hotel. En dat groen vinden we eindeloos mooi, maar dat wordt hem helaas niet. Anders moeten we echt duizenden tegels gaan bestellen. Nou, hier gaan wij zitten. Jorg en ik die hebben nu even een aantal dingen te bespreken samen. Dus we gaan eventjes hier samen werken. Hebben we een meeting ook met iemand voor de keuken in, wat is het, Zweden. En daarna, mijn thema van deze week is toch vakantie. Vakantie tijdens alles. Daarna gaan we even de sauna in. Want daar, dat vinden we zo chill in dit hotel. Je kan gewoon wat extra betalen en dan kun je hier gebruik maken van de sauna. En het is altijd heel rustig. Er zijn wel hotelgasten, maar overdag zit er natuurlijk niemand in de sauna. Dat zou zonde van je dag zijn. Behalve wij. Dus we gaan zo heel even een mini break nemen als we klaar zijn. Nu kan je misschien denken, jeetje, wat hebben die het voor lekker voor elkaar. Ja, zij kunnen dat. Even naar de sauna tijdens hun werk. Klopt, wij kunnen dat. Maar dat komt wel omdat we het zelf creëren. Omdat we er zelf voor kiezen. En uiteindelijk kan iedereen kiezen voor een bepaalde mate van vrijheid. Of je nou in loondienst bent of ondernemer bent. Ik kreeg ook weer een reactie onder mijn vorige video van iemand die zei, wat fijn dat jullie zoveel werk hebben en dat het zo goed gaat. En realiseer je dat anderen dat niet hebben. Natuurlijk realiseren wij dat. Wij coachen die mensen. Wij helpen op dit moment ontzettend veel ondernemers om creatiever te denken. Om een vertaalslag te maken, juist nu met corona. We weten er alles van. We hebben ook veel vrienden die getroffen zijn. Dus natuurlijk weten we dit. Maar wat er achter zo'n vraag zit, dat is eigenlijk heel interessant. Als jij ook iemand bent die geneigd bent om te zeggen, ja, zij wel en ik niet. Ga dan eens na voor jezelf wat dat betekent. Want wat je doet op dat moment, wat deze persoon doet, is in een slachtofferrol kruipen. Dat je het zelf dus niet kan. Dat is bullshit. Wij hebben dit toch ook gewoon voor elkaar gekregen? Waarom zou jij dit dan niet voor elkaar krijgen? Dat gaat voor heel veel dingen. Wij zijn wat eerder begonnen. Als jij nu begint, dan heb je misschien over 2 jaar ook ontzettend veel vrijheid. Of ga je op reis, of noem het maar op. Maar het is bullshit om te zeggen, jij wel en ik niet. Dat is echt, ja, sorry, ik kan het niet anders zeggen. Ik kan het niet vriendelijker zeggen dan dit. Dit is echt mindset. Amen. Oh. Maar ja, nou ja. Dat. Hey, ik breek heel even in hier in mijn eigen vlog. Ik zit namelijk te editen en ik zie dat stuk net. En ik voel wel de behoefte om het nog even een beetje toe te lichten. Want dit geldt voor heel veel gevallen, absoluut. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dat lijkt me wel even belangrijk om te weten. Ik begrijp het ook heel erg als je in die slachtofferrol zit. Want ik heb zelf ook heel lang daarin gezeten toen ik nog actrice was. Toen zei ik heel vaak, zij wel en ik niet. Waarom lukt het haar wel? Waarom ben ik altijd te laat? Waarom heb ik nooit de goede timing? Waarom, ik doe zo mijn best, ik ben zo goed, maar het lukt me maar niet. Ik dacht, ik heb niet de perfecte opleiding gedaan die me wel heel veel werk zou opleveren. Ik heb niet de beste connecties. Ik praatte netjes, waardoor heel veel rollen niet voor mij zijn. Ik zag vooral allemaal wat ik niet had. Maar dat zijn niet de goede vragen. Je kunt zo ontzettend veel bereiken als je door je beperkende overtuigingen heen gaat. Ik bedoel, ik ken zelfs iemand die heeft zijn benen verloren in de oorlog. En die is uiteindelijk Paralympisch rolstoelbasketballer geworden. Superkrachtig. Als dat soort mensen het kunnen, waarom jij dan niet?
En natuurlijk hebben we allemaal een ander startpunt. Ik bedoel, ik heb zeker het privilege dat ik in Nederland woon, dat ik wit ben, dat ik een Hollandse achternaam heb. Dat helpt allemaal bijvoorbeeld al mee. Als jij gelooft dat je het kan, dan is dat zo. En als jij gelooft dat je het niet kan, dan is dat ook zo. Zo simpel is het. En er zijn hier heel veel boeken over te vinden. Er zijn hier heel veel mooie video's over te vinden op YouTube. Wij hebben dit als heel belangrijk onderdeel in ons online programma. Waar we dus mensen daar echt bij helpen om zich meer te laten zien. En om echt door hun eigen angsten heen te gaan breken. En dat doen we juist, Jorgen en ik, vanuit ons eigen beperkende angsten. Die ons zo lang hebben tegengehouden. Maar het is echt, ik blijf het zeggen. Dat is ook misschien wel mijn grootste inzicht in mijn leven. Het is gewoon, wat jij gelooft, dat is de waarheid. En de vraag die jij jezelf moet stellen is, wat wil je geloven? Wat een heerlijk werkdag jij, schat. Ja, eerst... Even een meeting. Oh, even een meeting. We doen even een meeting. Kijk nou, dit is toch puur het luxe. Twee sauna's. En ook nog zo'n hele geweldige douche. Love it! Nou, dat was echt heerlijk. Ik ben alleen mijn borstel vergeten, dus ik heb nat haar. Maar het maakt niet uit, ik ga straks toch naar de kapper. Dus het is echt een beetje een luxury day. Dit is dus die miljonairs lifestyle die je al kunt hebben. Hier hebben Jorgen en ik het wel eens over gehad. Die je al kunt hebben, ook al ben je geen miljonair. Maar dit is wel het gevoel. Ik voel me nu echt mega rijk. Zo, ik word weer helemaal mooi gemaakt hier. Ik zit bij de kapper, bij Charlotte. Ja. En ik ben helemaal happy, want ondertussen lees ik dus de keukenspecial van Elle. En dan zie ik iets wat ik echt met jullie wil delen. Want een inductieplaat in het roze. Kijk nou, ik vind het echt wel grappig. Hier staan zulke gave keukens in. Sowieso deze op de voorkant vind ik helemaal, dat terrazzo is natuurlijk heel hip al heel lang. Maar zo in kleur. Dus ook echt een plaatje. Wij gaan ook voor hout. Maar wat voor kleur blad, dat is nog niet helemaal def. Dit heb ik nog nooit gehad, wat we nu aan het doen zijn. Dus uiteindelijk kom ik er een beetje uitzien zoals Charlotte. Met van die hele casual plukjes. Wat eigenlijk dus heel veel moeite kost. Hè? En dat doe je dus met je... Ja, dit kost, dit, wil je er nog eens eentje doen? Dat ik heel even goed oplet. Oh, je gaat er nog meer doen, zie ik. Dus dit zou iedereen moeten kunnen met zijn krultang. Ja, wel even het haar hoor. Dus je gaat eromheen, je zet hem vast en dan... Een beetje alsof je een toverstafje vast. Jeetje, maar dit is net salsa les. Dit vind ik veel te ingewikkeld. Nou goed, hiervoor zit je dus bij de kapper, dat je eens een keer wat anders hebt. Ken je dat filmpje met een meisje waarvan het haar overdekt met krultang? Ja, hilarisch. Oh, leuk. Maar haar gezicht ook echt. Ze is wel wereldberoemd geworden met dit filmpje. Jazeker. Dat is wel grappig. Ja, 52 miljoen hits. Misschien een tip voor mensen die bekend willen worden. Ja, burn je haar eraf. Ja. En dan nu het leukste. I woke up like this. Oh, het is wel, ik vind het wel heel cool dit. Toch? Ja, ik moet altijd een beetje wennen aan een middenscheiding, want dat heb ik nooit. Maar... Texturizing spray, die op is. Ja, ik vind het echt cool. Ik vind dat slagje ook leuk. Jammer dat ik het thuis niet kan nadoen. We gaan een jurk leren. Ja, zie je het voor je? I feel fabulous. Ja, ik ga natuurlijk altijd een beetje voor hetzelfde soort kleurtje en kapsel, maar er zit hier een klant naast me. Oh, leuk klantje. Leuk klantje. Deze dame, ik ga niks verklappen, maar die gaat echt een best wel een make-over doen, toch? Klein transformatie moment. Dus gewoon even de vlog van Yara in de gaten houden en dan zie je binnenkort iets heel interessants. Ik vind het gewaagd. Ik ben een beetje braaf altijd qua haar. Een kleurenpalet. Meer zeggen we niet. Nee, maar dan wel heel anders toch wel hoor. Ja. Nou, veel succes. Ben je dan nooit zenuwachtig als je zoiets gaat doen? Nou, ik heb hier helemaal niet goed over nagedacht. Ik heb gewoon een paar plaatjes geprintscreend en toen dacht ik, ja, loop dan los. Maar dit was je er ook een beetje uit in een paar weken, dus... Ja, dus loop je maar een paar weken voor lul. Precies. Nee, maar even serieus, bij Charlotte loop je natuurlijk nooit voor lul. Nooit voor lul. Nou, het is 6:30. We hebben net de kinderen opgehaald, maar Jor ging nog even spelen. Ze wil amper mee, maar het gaat hopelijk. Deze zit al helemaal bij mij. We zijn al klaar om te gaan, hè, Cookie? Ja, toch? Ga je mee, Zoe? Gaan we mee? Ik ben er gewoon alvast ingekropen.
Ik zat namelijk te denken, wat zou ik nu doen als ik nu op vakantie was? Dat is echt mijn thema van deze week. Dan zou ik waarschijnlijk nu lekker nog even op mijn balkonnetje zitten van mijn hotel of zo. Of in de tuin. En een boek lezen. Dat vind ik altijd zo heerlijk om te doen. Dus ik ben een boek aan het lezen. En tegelijkertijd denk ik, waarom doe ik dat thuis zo weinig? Waarom zit je soms avondenlang te Netflixen of te zoeken naar een of andere serie? Terwijl het echt crap is wat je zit te kijken. En je hebt wel soms crap time nodig. Dus tijd om gewoon even op die automatische piloot te gaan en je hersens uit te zetten. Maar het hoeft echt niet elke avond. Dus ik ben nu dit boek aan het lezen. En dit boek heb ik even geleend van Merel, waar ik vorige week was. Die zei, dit moet je lezen. Het is heel interessant. Ik ga hier echt meer over vertellen. Maar niet nu, want ik ben nu te moe. Dus ik zie jullie morgen weer. Ciao. Het is weer woensdag. Mamadag. We hebben de hele ochtend bij het Pierenbadje in het Oosterpark gezeten. Char heeft lekker gezwommen. En nu ga ik met twee uitgetelde dames terug naar huis. Hey. Ja, wat is dit? En hier hebben we al een slaapkopje, hè? Ja, ik ben heel hard aan het werk, maar niet heus. Dit zijn echt de leukste klusjes. Ik heb namelijk weer een samenwerking met Desenio. Daar komen heel veel van deze posters vandaan. Stelde ik laatst nog in een vlog dat deze, die vind ik heel leuk, staan hier gewoon een beetje voor een accentje. Gewoon op de grond. En ik ben nu even dit aan het fotograferen en ook een beetje weer opnieuw aan het stylen. Ik heb deze poster van Zoe's kamer gepakt. Die daarboven is ook van Zoe's kamer. Vind ik gewoon leuk om af en toe die lijsten te veranderen of nieuwe foto's erin te doen. Dit is natuurlijk onze huwelijksfoto. Nou, dit is natuurlijk heel abstract, gewoon lekker zonzee-strandgevoel. Maar ik heb kennelijk iets met gele ballen, want daar zie je hem ook. Die hing dus eerst eigenlijk bij Zoe. Mijn logo is ook een gele bal, een gele zon. En dat staat voor mij voor energie, voor lichtheid, voor vrolijkheid. Dus kennelijk kies ik daar ook mijn posters op uit of zo, ik weet het niet. Maar als je zin hebt om ook je huis te restylen, ik heb dus nu een kortingscode, SAN30, met 30% korting. Dus dat is best wel mooi. Dat geldt niet voor de lijsten en voor de gepersonaliseerde posters of de handpick posters. Dit is bijvoorbeeld een handpick poster. Die is door een artiest gemaakt. Oh, ik zal het goed filmen. Kijk, deze vind ik wel heel gaaf. Gewoon, dit staat voor mij echt voor de vrouw met vogels, voor vrijheid. Voor creativiteit, voor dingen zien die zeg maar niet aan de oppervlakte te zien zijn, maar als je dieper kijkt, die je wel ziet of zo. Dat gevoel krijg ik hierbij. Kijk, je kunt dit natuurlijk helemaal gaan aanpakken als een soort Instagram feed. Ook, weet je wel, dat het helemaal qua kleur bij elkaar past. Als je kijkt ook op de site van Desenio, dan is dat helemaal een supermooi geheel vaak. Die voorbeelden zijn heel inspirerend. Maar ik vind dit gewoon, dit zijn wij. Dus ik vind het leuk zo. Dus als je ook zin hebt om te vreubelen thuis, SAN30, krijg je 30% korting op posters. De voorwaarden zet ik even en de kortingscode zet ik even in de beschrijving. Ja. Zijn jullie zo lekker bezig, meiden? Wat heerlijk. Kom mama ook nog eens wat doen. Ik heb een meeting op een hele gezellige plek hier. Ik heb sowieso met Robin een meeting. Je bent een beetje donker. We zitten bij plek. Plek. We zijn over nieuwe plannen aan het praten. Waar ik nog niet zoveel over ga zeggen, maar wel binnenkort. Maar dit is trouwens een hele leuke plek. Ook kindproof. Je ziet hier ook allerlei ouders met hun kindjes. Want het is rustig, nu overdag. Er is ruimte. En je zit hier aan het water. Dus als het mooi weer is, dan zit je hier echt leuk. Kijk, ik zal het even laten zien. Ziet. Zo, mijn meeting met Robin net was heel gezellig, leuk en succesvol. Even schakelen. Nu staan we weer in een tegelwinkel. Want ik moet even op zoek naar een andere tegel voor de vloer. Die bleek niet helemaal slipproof te zijn. Ook handig. Heb je net helemaal je droomtegel gevonden? Blijkt dat je er niet op kan douchen. Dat schiet niet op. Jeetje, moet je dit zien. Dit is wel heel decadent, dit bad. Jeetje, Mina. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben eventjes hier aan het werk voordat ik zo weer naar de crèche ga.
ben nu even wat mensen aan het coachen via de mail en van het online programma en van Facebook. Het is wel een dag van vele uitersten, want ik was natuurlijk net vertelde ik over ons nieuwe familielid. Ik heb nu een achterneefje erbij. Wow, wat leuk, 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 leuk. Baby's, ik hou van baby's. En ik had net ook een telefoongesprek wat weer wat minder leuk was. Over, dat was met mijn management, die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nog iets waar... Ik geloof dat het heel erg in tekens, hè? Daar vertel ik vaak over in mijn video's. Daar vertel ik ook heel veel over in mijn online programma, dat heeft heel erg te maken met intuïtie. Je kan gewoon het leven vragen om tekens om je te helpen. En ik had al een tijdje een twijfel over mijn management, van moet ik daar wel blijven? Ik weet het niet. En ik kreeg een aantal keer al eigenlijk best wel een hint, dat ik dacht, oké, dit is niet helemaal lekker. Maar je ratio neemt het al gauw over. Hè? Dat je denkt, nou, ik weet niet. En dan gebeurde er vandaag iets moois. Waardoor ik meteen dacht, jongens, jullie stellen me zo teleur. Dit is echt het teken waarop ik heb zitten wachten. Dus ik werd eigenlijk heel blij. Ja, het klinkt misschien raar, maar ik dacht gewoon, toedeledokie, beste mensen. Dus ik heb meteen aan de telefoon vrij spontaan gezegd, ik kap ermee. En het was gewoon fijn om zo'n teken te mogen ontvangen. En ook om het teken te zien natuurlijk. Als je er voor open staat, als je het vraagt, dan ga je ook meer zien. Want vaker, ik geloof dat we heel vaak tekens krijgen, maar die zien we gewoon niet omdat we er helemaal niet mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. En ondertussen moet ik heel erg lachen en dat wil ik heel graag met jullie delen. Ik krijg hier van een berichtje in de Facebookgroep. En zij... Nou, zij deelt heel erg haar processen, want dat vragen we mensen. Dat is ook heel het krachtige. Maar zij deelt een bericht dat ze echt onwijs aan het balen is. Want ze schrijft, ik heb mijn droomhuis helemaal gevisualiseerd. Ik heb alles gedaan volgens de regels, zeg maar. Want mijn online programma gaat ook best wel over de Law of Attraction. Niet helemaal, maar zeker. Het is mijn lifestyle, dus er gaat een heel groot gedeelte wel over. En ze zegt, hoe kan het? Het is zo pijnlijk. We hebben het huis niet gekregen, op het nippertje niet. Hoe kan ik in godsnaam nu positief blijven? Ik ben er ziek van. De gedachte, er komt wat beters voor ons aan. Dat zit er gewoon niet in, zegt ze. Ik heb alles gevisualiseerd, ik heb het gevoeld, ik heb het geloofd. En nu is het extra pijnlijk. Nou, ik zeg altijd, als je niet krijgt wat je wilt en wat je visualiseert. Dat heb ik ook vaak zat gehad. Daar ga ik dus ook heel erg op in het programma. Dan voelt het inderdaad als een soort van messteek in je hart. Want je denkt, ik heb toch alles goed gedaan. Maar inmiddels weet ik uit ervaring, dus dat is ook wat ik altijd heel erg vertel en bij deze ook aan jullie wil vertellen. Als het niet lukt, is het aan de ene kant een teken. In hoeverre wil je blijven geloven dat het echt voor jou is. Dat dit echt bij jou past, 100%. Dat je helemaal, dat het bij je ziel past, als het ware. Dus aan de ene kant is het een test, blijf erin geloven. En aan de andere kant, denk ik, weet ik inmiddels, het universum heeft altijd iets beters voor je in petto als dit niet lukt. Iets beters of iets wat beter bij je past. En dat is ook wat ik tegen zei, naast dat ze natuurlijk gewoon flink moest balen en huilen. En wat denk je wat? Het is nu 2 dagen of 3 dagen later. Er kwam ineens een ander huis op de markt, wat nog meer haar droomhuis is. Nog beter, nog meer bos, natuur, nog dichter bij familie. En ze heeft het gewoon gekocht. Nou, ik word er helemaal rood van. Dit is dus hoe het werkt. En nou ja, ik vind dit echt fantastisch. Want je krijgt lang niet altijd zo snel een cadeautje. Ik vind het echt een cadeautje. Dat je leert in hoeverre je nou echt vertrouwen moet houden. Want dit is dus hoe ik het heb geleerd. Gewoon door ja, echt te ervaren. En alles wat ik niet heb gekregen kan ik zo achteraf terugberedeneren. Oh ja, dat klopt. Als ik dat had gedaan, dan dat had helemaal niet bij mij gepast. Of als ik daar had gewoond, dat was niks geweest als ik zwanger was geworden. Weet je wel, dus zo werkt het. Zo werkt het. Ik vind het prachtig. Dus ik ben super blij voor Aranka. Ja, lekker hè. Oh jeetje, er valt ook van alles uit je mond. Ben je toch een lekker smeerpoetsie? De hele dag in de modder gespeeld op de crash en 's avonds ga je gewoon weer lekker verder. Oh, pas je op dat je niet stikt, mevrouwtje. Ze zit lekker. Ze neemt even een maskertje. Oude levensgenieter.